Ik denk dat Forum voor Democratie de grootste gaat worden. Ik denk dat we mee gaan regeren. Ik denk dat we de immigratie gaan stoppen, de klimaatplannen van tafel gaan gooien. En dat we referenda gaan herintroduceren, zodat we weer democratie hebben in dit land. Dus hoeveel zetels ga je halen bij de volgende verkiezingen? Naar Abitur. Hallo beste kijkers. Vandaag gaan we naar het congres van Forum voor Democratie in Barneveld. Forum voor Democratie bestond vorige week 5 jaar. En vandaag komen er ruim 3000 forumers bij elkaar om dat te vieren. Voor ons de uitgelegen kans om eens te kijken hoe kritisch zijn forumers eigenlijk op de eigen partij. Hi Jan. Hi Kim. Jij bent sinds kort Forum-lid, klopt dat? Ja, dat klopt wel, ja. En waarom ben jij lid geworden van Forum? Omdat ik Forum voor Democratie en Thierry, de enige partijleider van Nederland, vind die iets voor ons kan gaan betekenen. De rest sowieso niet. Forum sowieso wel en Thierry ook sowieso. Dus vandaar. Omdat dit is wat Nederland nodig heeft, wat de Nederlandse burger nodig heeft. Ons Nederland, daar staat Forum voor. Om een stuk eerlijkheid en rechtvaardigheid en realisme in de bestaande gevestigde orde en politiek terug te brengen. Ik was VVD'er, fanatieke VVD'er. Eigen bedrijf, eigen huis, eigen auto, vrouw. Ik dacht dat die beschermen mij. En toen kreeg ik een paar jaar geleden toch door dat dat niet het geval was. Ja, gewoon het hele academische aspect, dat spreekt mij aan. Hè. Dus goed naar de feiten kijken, onderzoek doen, dat vind ik, dat sprak mij aan. Dus vandaar dat ik erbij ben gekomen. Omdat ik vind dat de Forum zich inzet voor het Nederlands volk. Maakt niet uit wat voor kleur, gewoon voor iedereen. Yeah. En daar, dat sprak mij aan. Oké, okay. En jij? Ja, Nederlandse waarden. Je wilt toch gewoon dat Nederland bewoonbaar en veilig blijft. Omdat ik vind dat er verandering moet komen in Nederland. En dat is echt nodig. Als je nu ziet wat er allemaal gebeurt, de Zwarte Pieten discussie. En het ondermijnen van de Nederlandse cultuur. Dan vind ik echt dat daar iets aan moet worden gebeurd. Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en van Thierry B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen. Die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Het land waar referenda nooit uit de mode raakt. Maar ze die staken het moment dat het kartel gaat kraken. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderde de wereld, noemen het de gouden eeuw. Kom uit het land van wietplantages en fietsvierdaagses. Het land waar je een junkie om een fiets kunt vragen. Het land dat kampioen werd in 88. Het land van haring, happen, dijken en grachten. Kom uit het land van lange Frans. Dit is het land als je thuis komt na vakantie. En dan komen we eigenlijk bij de vraag, mag je oprecht wel kritisch zijn richting de ander? Nou, wat heel grappig is, ik ben heel erg voor kritisch op elkaar zijn. Maar ik zeg juist, wees kritisch op elkaar, maar een keer opbouwend kritisch. Probeer elkaar te helpen met het einddoel te bereiken. In plaats van met rancune en kwaadheid en cynisme elkaar te bestrijden. Dus wees kritisch op elkaar, want door kritiek kan je elkaar scherpen, kan je beter worden. Maar hou op met elkaar af te zeiken. Doe het een keer opbouwend in plaats van afbrekend. Maar ja, je moet kritisch blijven. Natuurlijk, als je alles goed vindt aan iemand of een partij, dat kan niet. Dus dat is niet eerlijk. Kijk, bij andere partijen is natuurlijk ook een neiging tot conformisme. Dus we moeten ook niet doen alsof dat alleen maar hier is. Maar wat wel zo is, dat als jij bij GroenLinks zit, ik zal Lisbeth van Tongeren even noemen. Hè, die lacht niet zo goed met Jesse Klaver. Nou, dan kan Lisbeth van Tongeren wel een actie beginnen onder leden om toch op de kandidatenlijst van GroenLinks te komen. Nou, dat is ongeveer het verschil met FVD. Als je, het is een beetje hypothetisch, maar stel dat meneer Otte zou denken, nou, ik wil eigenlijk terugkomen. Er is geen enkele mogelijkheid om dan te denken van, nou ja, misschien krijg ik ooit nog eens ergens, kom ik hier ergens nog wel eens aan de bak. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die een stevige mening hebben. Ik bedoel, als jij zegt dat je dat verhaal van mevrouw Vlaardingerbroek van daarnet extremistisch vindt, nou ja, dan denk ik niet dat er nog mensen zijn die denken, oh, dat is wel een aardig, dat is iemand die bij Forum past. Terwijl misschien is dat iemand die juist wel bij Forum past, alleen op dit specifieke puntje niet. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik ben het heel vaak met dingen. De manier waarop ben ik het heel vaak niet eens en daar praten we ook gewoon over met elkaar. En dan komen we echt gewoon, dat is wel een heel democratisch proces.
En ik denk dat er heel veel dialoog is over dat soort zaken. Nee, dat is echt een onzinverhaal. En als je nou dat kritiek hebt, dus je bent het met dingen van Forum niet eens. Heb je dan het gevoel dat bij de partij mogelijk is om daar ook je zegje over te doen en dat ook te laten merken? Nou ja, we heten Forum voor Democratie natuurlijk, hè. En ik merk wel dat dat inderdaad vooral tussen de leden dat heel veel gebeurt. Dat ook hier op zo'n avond mensen toch ook wel van meningsverschillen en dat prima kan. Heb je het idee dat kritiek op de partij gehoord wordt? Jazeker, ja, dat idee heb ik wel. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de hele kwestie Otten, daar heeft het partijbestuur vanochtend duidelijk de stand van zaken aangegeven. Want jij bent vanochtend ook bij de ledenvergadering geweest? Ja, precies. En daar had je wel het idee van, er hangt een cultuur waar kritiek welkom is? Ja, ook bijvoorbeeld interne partijdemocratie, de verandering van de statuten, zodat er meer inspraak mogelijk is van de leden. Daar wordt nu een traject voor ingezet om dat te veranderen. Ik heb dat idee wel. Ik bedoel, iedereen weet dat ik vrij libertarisch ben ingesteld. En ik bedoel, de partij is dat niet per definitie. Dus ja, je zou kunnen zeggen, het feit dat ik hier rondloop, is daar misschien een bewijs van. En jij, Andreas? Ja, ik zeg juist wel. Kijk, Jaras is bijvoorbeeld vrij libertarisch. Ik ben juist conservatief. En kritiek, absoluut. Dat kun je geven en dat moet je ook geven in het belang van de partij zelf. Want wat zou jij nu bijvoorbeeld zeggen dat wel beter kan of anders kan? Op dit moment? Ik kan je geen concreet voorbeeld geven, want als je het mij vraagt gaat het nu gewoon fantastisch. Oké, en jij? Heb jij iets waarvan je denkt dat zou op dit moment anders kunnen? Of qua standpunten? Nou, ik zou misschien wel meer nadruk willen zien op economische issues. Mm-hmm. Op onze rechtse positie daarin. Maar dat is natuurlijk ook een persoonlijke voorkeur. Dus ja, als het aan mij had gelegen zou ik het misschien wel iets meer willen zien. Volgende gast, die heb ik al een paar keer geïnterviewd in mijn talkshow. En ik weet, ja, hij is heel interessant. Hij is ook super grappig. Het is altijd leuk. Maar zijn antwoorden zijn vaak wat lang. Ik heb 10 minuten. Dus ik denk dat ik tijd heb voor 1 vraag. Laten we op stel komen, dames en heren. De enige echte, Theo Hiddema. Meneer Hiddema. 1 vraag. En ik als kritische journalist heb hier lang over nagedacht. En hier komt hij. Hoe is het met Bram de Kat? Nou, dat Bram wordt een kultkat. Bram wordt een geliefd politiek dier, zal ik maar zeggen. Bram staat in het Algemeen Dagblad vandaag. Huizenhoog. En daar kijkt hij waarderend naar mij op. Ik word op een politiek doorgezaagd. Maar de wijze waarop Bram mij daar gadeslaat, dat wekt bijzonder veel vertrouwen bij de lezer van de krant. We willen eigenlijk wel even weten, hoe goed kennen Forumers hun eigen partij? Okay. En dan is de eerste vraag, hoe heet de kat van Theo Hiddema? Die heet Bram. Daar hebben ze het net over gehad. Ja, dat blijft Bram natuurlijk. Ja. Daar hebben ze het net over gehad, bij het congres? Ja. Ja, nu hoeven we dat eigenlijk niet meer te vragen. Nee, ik heb het wel gelezen. Als je het zegt, weet ik het weer, maar nee. Ja, Bram natuurlijk. Bram. Dus Bram. Ik sta hier bij Theo Hiddema en we hebben natuurlijk vandaag de vraag gesteld, hoe heet de kat van Theo? Dus het zou leuk zijn als Theo zelf dat even aan ons wil vertellen. Dat jullie nog met die vraag de boer op kunnen met goed fatsoen, want iedereen weet dat wel. Vind je iemand die dan denkt, oei, hoe zou die heten? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Theo, we waren verrast. Want iedereen wist hoe jouw kat heette. En dat laat dus eigenlijk zien hoe erg betrokken het Forum publiek is bij de eigen partij. Want ik denk niet dat iemand weet hoe de kat van Mark of Wopke heet, denk jij? Nee, ik moet bekennen, weet ik ook niet. Maar ja, mijn kat is ook politiek bewust. Dat zie je op deze poster. Met grote schrikogen krijgt hij van mij te horen hoe het in de Tweede Kamer aan toe gaat. Dus ik denk, daar moeten we een foto van maken. En dan hebben we een tweede vraag. Hoe heet de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in het Europees Parlement? Epping. Dirk-Jan Epping. Dirk-Jan Epping. Wat zei jij? Dirk-Jan Epping. Dirk-Jan Epping. Dirk-Jan Epping. Kijk. Ik kan ze allemaal even voor je opnoemen hoor. Ik ben een freak. Lukt wel. Ja, je schrijft er een boek over. Dus ik had... Simone Kersenboom, Erik de Bie, Fred Walravens. Wouter Weijers.
Kruis, Matthijs Sandman, Johan Dessing, Gert-Jan Ransijn, Arjan de Kok, Johan, Almekinders, Hendrik Svelsing, oh, de Manninga natuurlijk, Bart van der Werf en Maarten Gaatswaard. Je mist nu wel de voorzitter in de Tweede Kamer. Thierry Baudet en Paul Cliteur. Kijk, dat zijn toch wel bonuspunten, denk ik. Dat je dit wel even moet uitzenden, dat ik dit allemaal weet. Nou, we hebben onder de forumleden vandaag een klein quizje gedaan. We hebben ze 3 vragen gesteld. En een van die vragen was, wie is de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in het Europees Parlement? En jij kan ons vast vertellen wie dat is. Volgens mij ben ik dat zelf. Ja, precies. En hoe denk je dat hoeveel denk je dat forumleden wisten over Forum? Forumleden denk ik dat de meesten dat wel wisten. Gaan we naar de derde vraag. En ik heb het vermoeden dat jij deze ook weet. Heeft Kim Boon een slipje aan? Ja, dat was hem. En het antwoord is ja. En nu de definitieve derde vraag. Wie van Forum heeft een vluchteling in huis genomen? Dat is Annabel Nanninga. Annabel Nanninga. Annabel Nanninga. Annabel Nanninga. Annabel. Annabel Nanninga. Vandaag hebben we een quizje gedaan met hoeveel forumleden weten over Forum. En een van de vragen was wie van deze mooie forumpolitici heeft een vluchteling in huis genomen. Dat ben jij, klopt dat? Dat klopt, dat was ik. Ja, en ik moet je vertellen, iedereen wist het. Oh, wat leuk. Ja, ik heb het heel lang stilgehouden, want ik vind het niet zo netjes als je iets aardigs doet om daar dan... Maar toen werd ik een keer weer zo... benaderd, weet je wel. Ik dacht, ja, hou het toch eens op. Ik doe heus wel mijn best en ik ben verder ook wel een soort van een hart in mijn lijf. Nee, maar dat was een homoseksuele man. Annabel heeft ook een hart. Ik heb ook een hart, mensen. Scoop! Brekend nieuws! Nee, dat was een homoseksuele man uit het Midden-Oosten en die werd in een asielzoekerscentrum waar hij met voornamelijk moslims zat. Hij was ook nog christen. Echt vreselijk belaagd, echt getreid. En mijn man en ik, die pikten dat niet. Dus hij heeft een maand of 8, 9 bij ons gewoond. Dus dat was het antwoord. Nou, top. Dankjewel. Hoe zie jij de komende 5 jaar voor je? Ik denk dat Forum voor Democratie de grootste gaat worden. Ik denk dat we mee gaan regeren. Ik denk dat we de immigratie gaan stoppen, de klimaatplannen van tafel gaan gooien en dat we referenda gaan herintroduceren, zodat we weer democratie hebben in dit land. Dus hoeveel zetels ga je halen bij de volgende verkiezingen? Nou, dat moeten er toch heel wat zijn. Minimaal 20. En ga je dan ook mee regeren? Absoluut. Wij willen echt meedoen met het bestuur van het land. We zijn nu al de grootste ledenpartij, bijna. We hebben als doel om 1 januari dat definitief te halen. En dan willen we ook de grootste in zetels worden en dan gaan we dingen veranderen. En hoe was de sfeer vandaag? Ik vond het super. Energiek, inspirerend, maar ook serieus. En dat voel je nu ook. Dit zijn mensen uit heel het land met bedrijven, uit het onderwijs, wat dan ook maar. En die willen krachten bundelen, dat voel je. En wat was nou persoonlijk jouw favoriete toespraak of speech? Waar heb jij echt het meest van genoten? Nou, wat mij heel erg raakte was het verhaal van Armita Taheri. Ja. Een jonge vrouw, migratiegeschiedenis uit Iran. Heel onvrij land met islam en hoofddoekjes en weet ik wat allemaal. En die zegt eigenlijk tegen, ze is provinciale statenlid voor ons in Gelderland. En ze zegt tegen Nederlanders van jongens, wees nou zuinig op je zaak. Laat het je niet afpakken door die moela's en die islamisten. En hou op zo slap te zijn. Hou op je te schamen. Dit is een prachtig land. Wees er trots op. Verdedig het. Dat raakt mij om 2 redenen. Ik vind het fantastisch dat zij voor een statenlid is voor ons. En ze doet gewoon geweldig werk. Maar het is ook zo heftig dat iemand die dat allemaal heeft meegemaakt ons dat moet vertellen. Ik vind haar echt top. Ja, duidelijk. Helemaal mee eens. Ik wens je super veel succes de komende 5 jaar. En succes met het worden van de nieuwe minister-president. Graag gedaan, wou ik zeggen. Maar dankjewel dat je hier was. En alle goeds ook voor jullie fantastische channel, wat ik wel eens kijk. En jullie doen heel goed werk en leuk dat jullie hier zijn. Bedankt voor het kijken naar een aflevering van Up Network. Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en geef ons een dikke like.